Vandaag gaan we het hebben over het vogelbekdier. Een opvallende verschijning, niet zo heel erg groot, centimeter of 50. Het heeft de snavel van een eend, de zwemvliezen van een bever, maar de vacht van een soort bruine mol. Mijn naam is Matjas, ik ben bioloog en ik ben al van jongs af aan gek op alles dat leeft. Planten, schimmels, dieren, het maakt me niet uit. En dit is mijn rariteitenkabinet. Het vogelbekdier komt voor in het oosten van Australië en in Tasmanië. En ze hebben een heel gevarieerd leefgebied. Van ijskoude bergmeertjes op de toppen van de bergen tot een tropische rivier. Het meest opvallende onderdeel van het lichaam is toch wel de snavel. En het is zo bijzonder dat ik dit even in meerdetail aan jullie moet laten zien. En dat gaan we hier even doen. Een vogelbekdier ga je niet snel in de dierentuin tegenkomen als ze heel moeilijk te houden zijn. Maar hier in Naturalis hebben we er eentje. Dit is een opgezet exemplaar. En dit is hem dan. Je ziet wel meteen dat het een behoorlijk bijzonder bij elkaar raapsel is van allerlei onderdelen van verschillende dieren. De staart van een bever, de vacht van een soort bruine mol, ook weer die zwempoten van een bever en tot slot ja, die snavel, dat is toch wel het meest bijzondere. Daar zitten een soort sensoren in waarmee die elektronische stroompjes kan waarnemen en daarmee kan hij onder de modder op zoek naar zijn prooidieren, kleine garnaaltjes en schelpdieren. Stel je nou eens voor, je bent de bioloog van het Brits Historisch Museum in de 18e eeuw en je krijgt dit allereerste exemplaar opgestuurd. En dan ga je toch als eerste die vacht rond die snavel proberen weg te trekken om te kijken of je niet ergens toch een soort stikseltjes vindt waarmee die snavel is vastgezet op het dier van een soort gekke otter. Het is fascinerend. En het vogelbekdier is helemaal afgestemd op leven in het water. Ze zijn vooral 's nachts en in de schemering actief. En je kan heel duidelijk aan die grote voorpoten zien dat hij zich daarmee door het water beweegt. En met zijn achterpoten en zijn staart, die gebruikt hij als roer. En daarmee kan hij dus draaien. En wat nog meer fascinerend is, is dat het vogelbekdier een zoogdier is dat eieren legt. En dat is super bijzonder, want van de 6500 zoogdiersoorten zijn er maar 5 die eieren leggen. En daar is het vogelbekdier er dus één van. Ja, ik vind het vet. Kijk, dit vind ik mooi. Dan denk je dat je alles gehad hebt met dit dier. En dan blijkt het ook nog eens giftig te zijn. Super bijzonder, want het is maar één van de weinige giftige zoogdieren. Het zijn alleen de mannetjes die giftig zijn. Die hebben een giftige steken op hun achterpoten. En die gebruiken ze vooral als ze met elkaar aan het stoeien zijn om een vrouwtje. En als je zou worden gestoken door dit dier, is het niet dodelijk. Het is vooral heel erg pijnlijk en het gaat behoorlijk opzwellen. Maar ja, het is wel een giftig zoogdier. En ja, daar word ik natuurlijk als gif-expert ongelooflijk blij van. Gaaf. Tot de volgende!